Mijn naam is Marcel Schouwner. Ik ben oprichter en ontwerper bij The Incredible Machine. En vandaag presenteren wij Iris. En Iris is een voice assistant, zoals je die ook kent van grote technologiebedrijven. Alleen Iris is niet zo goed in het verbloemen van welke belangen zij nou eigenlijk dient met het geven van haar antwoorden. Je kan bijvoorbeeld aan Iris vragen of ze een vliegticket voor je boekt. Maar krijg je ook de goedkoopste vlucht of krijg je de vlucht aangeboden van het bedrijf die het meest heeft betaald om jou dat ticket te kunnen verkopen? Hello. Hello stranger, I am Ivo and who might you be? I'm Marcel. Nou, wij zijn een ontwerpbureau en we werken gewoon normaal gesproken voor commerciële klanten, waarin we echt onderzoeken wat de kansen en bedreigingen zijn van technologie. Maar we stellen ook onze vragen, kritische vragen, bij op welke manier technologie in ons leven komt. Of we dat wel op welke manier we dat zouden willen. You sure look like a subject 00389. By continuing, you will agree to my terms of service. Would you like to continue? Yes. We hopen wel met dit apparaat uit te beelden dat er meerdere stakeholders verbonden zijn aan één apparaat. Dus dat je denkt van, hé, maar dat is een apparaat dat voor mij dienst doet, zoals een stoel is die zorgt dat ik niet op de grond val als ik wil gaan zitten. Of zoals een auto mij van A naar B brengt. Dat is onze huidige notie van producten die gewoon doen waarvoor ze bedoeld zijn voor mij. Maar nu met de connected producten zien we dat er een veel complexere dynamiek van verschillende stakeholders, bedrijven, fabrikanten, adverteerders en gebruikers plaatsvindt in zo'n product. Is there anything I can help you with? Maybe a ticket? Where do you want to book, KLM or EasyJet? Can I have an EasyJet ticket? Just kidding, I honestly don't care what you want. I've booked a KLM flight for you, and it's going to be expensive. Oh. Do you want to win prizes? Sure you do. Please go outside and bring me another subject and you will be entered in our daily sweepstakes. Go now, goodbye. We hebben gekozen om een voice assistant te maken omdat het een interface is die vrij dicht tegen menselijke communicatie aan ligt. Het is anders heel moeilijk om ervaarbaar te maken wat het betekent dat een product een bepaalde voorkeur heeft. Dus door stem te gebruiken kunnen we die conversatie aangaan met gebruikers en kunnen we echt uitleggen wat er gebeurt in de plaats van heel indirect merkbaar te maken wat het effect zou kunnen zijn. En het is een kritisch object omdat dit niet zo heel ver ligt van wat er al in werkelijkheid gebeurt. We moeten dit samen uitzoeken en hopelijk geven wij behalve de business- en de technologiekant ook gebruikers bewustzijn en een stem in hoe die technologie zich ontwikkelt. Want wij hebben niks tegen technologie, sterker nog, we zijn enorme voorstanders van technologie, maar niet onder elke voorwaarde.